Duizenden ouders hebben te maken gekregen met de harde aanpak van de Belastingdienst toeslagen. De Tweede Kamer vindt dat de vragen over beslissingen in het beleid niet voldoende zijn beantwoord. Zij zet nu een van haar zwaarste instrumenten in. De parlementaire ondervraging. De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag bestaat uit 8 Kamerleden van verschillende politieke partijen. Mijn naam is Chris van Dam. Ik ben voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Wij zijn hier vandaag in de enquêtezaal van de Tweede Kamer. En in deze zaal zullen de verhoren plaatsvinden die de commissie gaat uitvoeren. Wij gaan gedurende 2 weken, in de tweede helft van november, ambtenaren, hoge ambtenaren en politici horen die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Er zijn ouders financieel in enorm zware problemen gekomen. En dat is in de Tweede Kamer uitvoerig aan de orde gekomen. En dat heeft de vraag opgeroepen, hoe heeft dit zo kunnen komen? Er zijn heel veel ouders onterecht gedupeerd, beschuldigd van iets wat ze helemaal niet hebben gedaan. En grote problemen gekomen, geldproblemen. En wij willen weten, hoe heeft het nou zo grandioos mis kunnen gaan? Ik ben Atje Kuiken en plaatsvervangend voorzitter. Wat wij gedaan hebben is allerlei documenten opvragen bij de verschillende ministeries. Beleidsstukken, wetgevingsstukken, maar ook onderlinge communicatie. Om terug te kunnen zien, wat is er onderling gedeeld, hoe heeft het tot stand gekomen. Wie heeft er wellicht aan een bel getrokken dat dit anders had gemoeten of niet. Dus op deze manier proberen we echt heel erg een reconstructie te maken. Heel feitelijk weer te geven hoe dit tot stand is gekomen. Wij richten ons als ondervragingscommissie op een best lange periode, 2013 tot 2019. Dat heeft er enerzijds mee te maken dat al in die vroege jaren er signalen waren dat er iets fundamenteel mis zat, maar die signalen zijn niet echt opgepakt. En het heeft er anderzijds mee te maken dat beleid en regelgeving ook al uit die jaren of in die jaren tot stand is gekomen. En die twee dingen gaan wij onderzoeken. Dit rapport maken we op verzoek en in opdracht van de Tweede Kamer zelf. Dus zij zullen dit rapport gebruiken om daar lessen uit te trekken en om ervoor te zorgen dat wat nu niet goed is gegaan, dat dat niet meer op deze manier in de toekomst gaat plaatsvinden. Het had ons ook kunnen overkomen. En ik denk vanuit dat perspectief dat het ook onze plicht is om helder op tafel te krijgen wat hier nu is gebeurd, waarom het is gebeurd. Ik denk dat de ouders dat verdienen.